Het opstarten van een bedrijf is heel vet. Het is echt, het geeft heel veel energie. En als een keer iets lukt of als dingen meezitten, is dat echt heel gaaf. Nou, ik ben Ralf en ik ben een van de oprichters van Restauranto. En ik ben zelf eigenlijk veel bezig met het design van de app en daarnaast ook met de marketing. Dus gaan mensen die app downloaden, gaan ze vervolgens ook die app gebruiken en gaan ze bij restaurants boeken via de app. Ik was 3 jaar geleden was ik op reis door Oost-Afrika en ik zat daar in een bus en die ging van Kampala, dat is de hoofdstad van Oeganda, helemaal naar Tanzania. Dat was meer dan 50 uur en terwijl je in die bus ziet, zie je gewoon veel mensen die natuurlijk geen eten hebben. Weet je, je weet het wel, maar dan zie je het daar. Dat maakt toch best wel indruk. En het was in die bus dat ik een artikel las, in de NOS-app volgens mij, over dat de restaurants in Nederland heel veel eten weggooien. En het was echt dat moment dat ik dat zag van, hey, er wordt heel veel eten weggegooid en hier om me heen is er eigenlijk te weinig eten. Dat ik dacht van, hey, hier moet eigenlijk iets mee gebeuren en hier wil ik wel wat mee gaan doen. En toen heb ik eigenlijk heel veel nagedacht en veel met mensen gepraat en uiteindelijk is het Restauranto de app geworden. Met de Restauranto-app kan je in restaurants vooraf bestellen. Dus op die manier kan je eten klaar.